Vandaag in de vlog een date met een verrassing. Is misschien handig om dat te vertellen aan iemand voordat je met iemand afspreekt, maar... Ik maak een domme fout waar Linda me om uitlacht. Ik zag ineens dat jouw appie zat. Zo, wacht heel even. En toen moest ik zo hard lachen. En ergernis over mijn eigen en andermans stopwoordjes. Totaal. Totaal. Moet je maar eens op Tim Hofman letten of zo. Die zegt de hele tijd, totaal. Totaal. Goedemorgen, ik heb al even lekker een paar uur zitten werken en ik ben nu ook aangekleed en gedoucht. Het wordt een leuke dag, of in ieder geval een leuke avond, want ik ga vanavond lekker uit eten met Linda bij een nieuw restaurant, maar daarover later straks meer, tenminste nieuw voor mij. Ik wilde heel graag even naar buiten, maar het is zo grijs en nat. Het is nu echt weer een paar dagen achter elkaar dat het gewoon alleen maar regent. Oh, ik dacht dat het voorbij was, maar ja, het is pas april. En april doet wat hij wil. Blijkbaar weer. Ja, het is echt van die gore motregen waar je, ja, waarvan je eerst denkt van och, valt wel mee. En daarna blijkt je toch heel nat geworden te zijn. Dus ik denk dat ik lekker binnen blijf. Net als Kai, met wie het trouwens een stuk beter gaat. Je zag het goed. Hij drinkt weer water. Oh, godzijdank. Hij heeft gewoon bijna anderhalve week geen water gedronken. Wel veel natvoer gegeten natuurlijk. Ik heb hem extra veel natvoer gegeven. Maar zodra ik daar dan water bij deed, moest hij er weer niks van hebben. Maar hij lijkt nu eigenlijk gewoon weer, ja, bijna helemaal de oude te zijn. Behalve dat hij nog op, ja, een beetje rare plekjes gaat liggen. Op andere plekjes dan normaal. Zoals onder mijn bureau. Maar dat vind ik eigenlijk wel heel gezellig. Maar hij gaat gewoon weer lekker naar buiten. Hij eet weer. Hij drinkt dus weer. Hij speelt weer. Hij spint weer. Hij bijt weer lekker in mijn hand. En hij ligt gewoon weer lekker bij me 's nachts in bed. Dus wat heb ik me zorgen gemaakt voor niks. Maar ja, hij is wel een week ziek geweest. Bedankt in ieder geval voor al jullie medeleven. Echt super lief. Hoe erg alle katten en ook wel honden en andere huisdieren, liefhebbers, de afgelopen week met mij en Kai hebben meegeleefd. En gehoopt hebben dat hij snel weer beter werd. Nou, het heeft gewerkt. Hij is er weer bovenop. Een perfect dagje om te legoen, natuurlijk. En volgens mij was ik toe aan het tweede boek. Het gaat niet snel. Ik ben er nu al een paar maanden mee bezig. Maar ik vind het wel nog steeds erg leuk. En het begint toch wel ergens op te lijken inmiddels. Boek 1 eindigde met de boom. Ja, en de boom is af. Die is schitterend geworden, al zeg ik het zelf. Dus dan gaan we met boek 2. En die is toch aanzienlijk dunner. En die begint met zakje 8. Oeh, we gaan het de bovenverdieping maken. Mogen de andere zakjes nog even weg. 10. Hey, poes.
Kom je ook even kijken. Nou, hij is niet geïntegreerd in Lego, maar ik stoot hem met mijn stoelpoot tegen zijn schoteltje waar hij soms natvoer op krijgt. Goed teken dat hij weer helemaal zijn vreedlust terug heeft. Alle kommetjes en borden worden weer afgelikt. Nee, het ook weer gewoon zijn harde brokjes. Maar goed, genoeg over Kai. Ik ga proberen iets te vertellen en te Lego'en tegelijk. Ik had gisteren weer eens een date die geen date was. Nou, ik had gewoon met iemand afgesproken met wie ik al een tijdje wel praat, chat. Maar we hadden elkaar nog nooit in het echt gezien. En in één keer, spontaan, kwam het dan toch... Waar is zijn lijf? Of haar lijf? Ik heb alleen maar een hoofd. Huh? En eens hadden we spontaan bedacht, laten we iets gaan drinken vanmiddag. Hij kwam naar Hilversum en hij liep het station uit. Toch spannend als je iemand voelt dat ik het verkeerde zakje heb opengemaakt. Moet ik ze allemaal openmaken? Oh, 9 moet ik ook openmaken. Waarom zit het dan in aparte zakjes? Zou je kunnen afvragen. Maar ik zag al meteen... Hij is net zo knap als op zijn foto. Dat was goed. Dat was gelijk gezellig. Had een goede klik. Ging lekker een wijntje drinken. Mijn mout. Heb ik dan nu wel een lijfje? Nee. Wel een spin. Gadverdamme. Dus het was helemaal leuk. Ja, sorry, maar ik mis hier toch echt een paar hele grote stukken. Er gaat bijna nooit iets verkeerd bij Lego met die handleidingen. Dus ik denk toch dat ik zelf iets niet goed doe. Ja, ik mis nog steeds allemaal dingen. Er zijn 2 zakken 10. Huh? Confusing. Nou, wat gebeurt hier nou? Ik mis nog steeds dingen. Er is nog een zak 8. Wat heb ik gedaan? Maar waarom zetten ze dan niet in het boekje? Let op, er zijn 2 zakken 8. Maar goed, hij was knap, hij was grappig. Hij had veel te vertellen. Dat was leuk. Alleen, hij had wel 1, ja, toch best wel groot ding over zichzelf niet verteld. Dat, ja, het was op zich helemaal niet erg. Alleen ik moest wel even een manier zoeken om daar mee om te gaan. Het was wel iets waarvan ik zelf misschien dacht van... is het misschien handig om dat te vertellen aan iemand voordat je met iemand afspreekt. Maar ik snap dat je nu dan heel graag wil weten wat dat dan was. Maar ik voel op zich in mijn vlog altijd heel veel vrijheid om over allerlei persoonlijke dingen te praten. Dit verhaal op zich. Als ik dan ga nadenken over wie er allemaal naar kijkt... Dus de smeuïge details van deze date die geen date was, die bewaar ik even voor mijn podcast. Mijn podcast voor Team Kijk Maar Even. En ik snap dat je het misschien als trouwe vlogkijker soms vervelend vindt dat ik wat dingen uit de vlog weglaat die ik dan wel in mijn podcast vertel. Dat heeft dus deels te maken met dat ik me gewoon in mijn podcast nog iets vrijer voel om overal open over te zijn. Maar heel eerlijk, ik wil ook gewoon heel graag dat er meer mensen lid worden van Team Kijk Maar Even. Zeker omdat de het begin van het jaar zijn de YouTube-advertentieinkomsten altijd heel matig. Dus het waren echt even een paar karige maanden. Dus altijd maar hopen dat het dan later in het jaar weer beter wordt. Daarnaast heb ik natuurlijk de afgelopen maanden steeds op vrijdag een soort experimentele video gemaakt. Even iets anders geprobeerd met nogal wisselende kijkcijfers. Wat ook helemaal prima is. Ik bedoel, dat is het idee van een experiment, dat het niet allemaal zal lukken. Maar het betekent wel dat er gewoon, ja, simpel gezegd, wat minder geld is binnengekomen via advertenties met die vrijdagvideo's. En dat lijkt misschien iets kleins, maar moet je even voorstellen dat je, als je gewoon een baan zou hebben, dat je 4 dagen per maand gewoon de helft betaald krijgt van je normale salaris. Dus ik ga het heel leuk vinden als je lid wil worden van Team Kijk Maar Even. Ik heb speciaal voor vandaag een kortingscode. Die is ongeveer maandgeldig. De code is April. Hij is geldig voor alle pakketten die je kan kiezen. En dan krijg je op de eerste 6 maanden 20% korting. Dus het was al heel goedkoop, 3 euro per maand. Maar nu kun je ook nog eens 20% korting krijgen. Nou, en dan kun je dus iedere week een podcast luisteren. Af en toe een bonusvideo. Soms krijg je een kaartje van me. Allemaal leuke dingen. Ja, het was hartstikke gezellig. We zaten lekker wijn te drinken en te kletsen. Maar ik kwam er al wel snel achter dat hij 2 stopwoordjes had. Die echt heel vaak langskwamen. Gewoon zo. Bijvoorbeeld op momenten dat hij even de stilte wilde vullen. Of dat hij gewoon niet zo goed wist wat hij even moest reageren. Had hij 2 stopwoordjes die ik allebei best wel grappig vond. Omdat ze zo specifiek waren. Dat ik me bijna niet kon voorstellen dat ze heel goed werken als stopwoord. De eerste was niet normaal. Niet normaal. Klinkt niet per se als iets wat je altijd maar overal kan zeggen. Maar dat bleek dus heel erg mee te vallen. Bijvoorbeeld op een gegeven moment liepen we terug naar het station. En toen zei hij iets van, er zijn helemaal geen winkels en geen restaurants of zo. Toen zei ik, nee, we lopen nu net buiten het centrum. Maar als we straks het centrum inlopen, dan zie je allemaal winkels en restaurants. Zijn reactie, niet normaal. Ja. Prima. Zijn andere stopwoordje was nog iets specifieker, zou ik je zo vertellen. Maar
dat, het heeft me wel aan het denken gezet over stopwoordjes en over mijn eigen stopwoordjes. En dan ben ik me natuurlijk, ja, omdat ik mezelf zoveel hoor praten, bovengemiddeld veel hoor praten, ben ik me heel erg bewust van woordjes die ik vaak gebruik, waardoor ik ze dan weer probeer minder te gaan gebruiken, waardoor je uiteindelijk dan misschien juist weer geen stopwoorden meer hebt. Ik had het vorige week al over dat ik altijd mijn zin begin met zo. Maar dat is vooral in de vlog, dat doe ik in het echt niet, denk ik. In het echt zeg ik wel volgens mij heel vaak zeg maar. Zo midden in de zin van, ja, dat was, nou, toen waren we zeg maar naar het station gelopen. Ja. Dat is volgens mij een woord wat heel veel mensen gebruiken. En dat valt ook, ja, het valt ook bijna niet meer op als iemand het zegt, omdat het zo natuurlijk in een zin past. Maar ik hou eigenlijk niet van die, ja, van die opvulwoordjes, van die stoplappen. Dus ik probeer het eruit te krijgen. En een woord wat ik mezelf heel veel in mijn vlog heb horen zeggen, volgens mij in het echt ook heel vaak zeg, is ongekend als reactie op iets, op iemands verhaal. Het kan of een heel spectaculair verhaal zijn, ongekend. Of juist een beetje iets, ja, suffigs, waar je dan een soort ironisch op kan zeggen, ongekend, ongekend. Volgens mij heb ik dat woord overgenomen van Doak, die het ook een tijdje heel vaak zei. Hij heeft vast alweer een heel hip nieuw woord, maar ik zeg nog steeds best wel vaak ongekend. Ik vind het op zich een leuk woord, omdat het dus letterlijk betekent nog nooit zoiets gezien, of er is nog nooit zoiets gebeurd. Het is ongekend. Dus het is een stopwoordje, maar het heeft wel een betekenis. Maar ik probeer het alsnog wel echt, ja, je moet het niet te vaak gebruiken, want dan verliest het ook weer zijn betekenis natuurlijk. Alles zit in andere zakjes. En er zijn ook stopwoordjes die ik af en toe, ja, die zeg ik dan bijna. Dus ik, waar ik echt bewust tegen moet vechten om ze niet te zeggen, die ik namelijk heel lelijk vind bij andere mensen. Waarom past dit nou niet? Oh, daarom niet. Eén daarvan is totaal. Of 100%. Die zijn eigenlijk inwisselbaar. Waar vroeger mensen de hele tijd absoluut, absoluut zeiden, zeggen mensen nu totaal, totaal. Moet je maar eens op Tim Hofman letten of zo. Die zegt de hele tijd totaal, totaal. En 100%, 100%. Dat is er om aan te geven dat je het heel erg met iemand eens bent. Maar mensen die totaal zeggen, zeggen het ook wel op momenten, nou, dat het niet echt, dat je ook gewoon ja zou kunnen zeggen bijvoorbeeld. Ik heb iets verpest en nu zit het vast. Maar daar heb je zo'n apparaatje voor. Hoe krijg ik dit er nou af? Niet zo. Mijn nagels zijn te kort om dit... Ah, even iets beter opletten. Ja, praten en Lego gaat dus helemaal niet goed tegelijk. En een ander stopwoord wat ik echt heel ergerlijk vind bij andere mensen. En wat ik zelf soms bijna zeg, maar dan als ik het in de vlog zeg, dan denk ik echt, oh shit, ik zeg het. Ik moet het even opnieuw doen. Want ik wil gewoon niet zo iemand zijn die dat zegt. En dat is... Ik moet zeggen, heel veel mensen, ga er maar eens op letten, heel veel mensen beginnen nu hun zinnen met, ha, ik moet zeggen, ik vond het wel echt lekkere patat. Of ik moet zeggen, ik heb wel eens beter geslapen. Of zo, echt te pas en te onpas, en dan vooral te onpas, gooien mensen, ik moet zeggen eruit. Of moet ik zeggen aan het einde van een zin. En ik denk dan alleen maar, van wie moet je dat zeggen? Hoezo moet je dat zeggen? Dat moet helemaal niet. Er zijn echt wel momenten dat ik moet zeggen wel gewoon, dat je dat wel kan gebruiken. Bijvoorbeeld als je normaal gesproken iets vindt, maar nu vind je eigenlijk iets anders. Bijvoorbeeld, ja, ik heb nu die serie voor de tweede keer gekeken en ja, de eerste keer vond ik niet zoveel aan, maar ik moet zeggen, nu vond ik het wel leuk. Dat is een goed gebruik van ik moet zeggen, want ja, je geeft iets toe. Je moet het zeggen omdat je eigenlijk iets anders vindt. Ik hou gewoon niet van die stoplappen. Ik hou niet van eufemismes. Ik hou er ook niet van. Dat vind ik ook zo vreselijk. En mensen bedenken natuurlijk de hele tijd allemaal nieuwe woorden voor woorden die een vervelende betekenis hebben, zoals doodgaan. Ik vind doodgaan echt een prima woord. Maar heel veel mensen zeggen overleden. Hij is overleden. Nou, kan ik nog wel aan. Maar wat ook veel mensen zeggen, ja, mijn tante is komen te overlijden. Ja, kom op zeg, komen te overlijden. En zo had ik vorige week ook een beetje een discussie in de comments met iemand over het woord zelfmoord. Ik had een documentaire gezien over zelfmoord onder homo's. Ja, en zelfmoord is natuurlijk geen leuk woord. Het komt niet door het woord, maar dat komt door de betekenis die het woord heeft. Die is niet leuk. En het heeft helemaal geen zin om daar dan een liever, zachter woord voor te bedenken. Zelfdoding, had ik moeten zeggen volgens iemand. Daar schiet je echt niks mee op. Daar is echt niemand mee geholpen als je zelfdoding gaat zeggen, denk ik. Zo zijn er heel veel woorden in het Nederlands die met de jaren steeds een nieuw eufemisme krijgen. Zoals wat nu een arbeidsmigrant heet, noemde je vroeger gastarbeider of allochtoon. En omdat die woorden dan
steeds de betekenis daarvan steeds iets negatiever wordt, omdat mensen daar, vooral rechtse mensen, daar op een negatieve manier over praten, is er steeds behoefte aan een nieuw woord. Maar dat helpt natuurlijk helemaal niet, want het blijft gewoon hetzelfde. Dus ik denk bijvoorbeeld dat we over, ja, misschien dat we over 20 jaar wel zelfdoding ook niet meer mogen zeggen, dat je dan zelfoverlijding gaat zeggen. Zelfkomende overlijding. Maar goed, stopwoordjes hadden we het over. Er zijn andere stopwoordje van die jongeman met wie ik gisteren wat was gaan drinken. Was ook echt heel grappig. En ogenschijnlijk super specifiek en niet erg multi-inzetbaar. Helaas wel. Helaas wel. Dat is toch een grappig stopwoordje? En echt de hele tijd flapte hij dat eruit. Ja, helaas wel. Helaas wel. Je denkt nu misschien, waar kun je nou helaas wel op antwoorden? Nou, echt op heel veel dingen. Bijvoorbeeld, nou, op een gegeven moment lagen we in bed. Ja, ik weet ook niet hoe we daar terecht waren gekomen, maar ineens lagen we in bed. Toen vertelde hij iets over zijn familie die in Spanje woont en dat hij daar vaak naartoe gaat. Toen zei ik iets van, oh, wel lekker, dan kan je wel makkelijk vaak op vakantie. En toen zei hij, helaas wel. Op een soort ironische manier, zo van, oh, ik moet zo vaak op vakantie. Helaas moet ik zo vaak op vakantie. Ah, ik zit te kloten. Het was een zeer interessante ontmoeting. Ik weet niet of we elkaar nog vaker gaan zien. Lijkt mij wel heel gezellig. Maar zoals jullie weten, ik ben niet op zoek naar een relatie. Dus ik moet ook weer niet uit de hand lopen. Dit klopt niet. Wederom. Nee, ik heb er echt het prutsen. Goed, ik ben wel benieuwd, wat is jouw stopwoordje? Iets waar je misschien heel graag eigenlijk vanaf wil, wat je gewoon te vaak zegt. Of wat is juist een woord waarvan je denkt, dat hoort helemaal bij mij. Dat zeg ik nou eenmaal. Dat is natuurlijk ook eigenlijk wel, ja, misschien is het eigenlijk wel goed om je stopwoordjes ook te ownen. Nou, past dit nou niet? Omdat het een verkeerd plaatje is, denk ik. Nee, 1, 2, 3, 4. Heb ik nou precies een spiegelbeeld gemaakt? Ja. Zo, ik zit echt te prutsen, jongens. Oh. Goed, en als je dus de rest van het verhaal wil horen, ook niet met al te veel persoonlijke details over die ander, hoor, maar wel gewoon wat meer mijn eigen beleving, dan kun je lid worden van Team Kijk Maar Even. Kijkmaareven.com. Gebruik de kortingscode APRIL. Krijg je 20% korting op de eerste 6 maanden. Dat is 6 keer 3 is 18. 20% krijg je meer dan een maand gratis eigenlijk. Of als je het abonnement met de sticker erbij neemt. 6 keer 5 is 30, 20%. Krijg je 2 maanden gratis. Nou, je kan ook nog lid worden voor een jaar. Dan krijg je sowieso een maand gratis. Doe er je voordeel mee. Ik ga eventjes focussen op deze Lego, want dit schiet niet op. Mocht je nou ooit van plan zijn om naar Hilversum te komen, onverhoopt, nee, Hilversum is best wel leuk. Mocht je nou voor de gezelligheid een weekendje Hilversum gaan doen, of je gaat naar de opnames van een tv-programma op Mediapark en je vraagt je af, wat valt er nog meer in Hilversum te doen? Dan heb ik dus een heel lijstje gemaakt. Ik heb het wel eens eerder verteld, maar ik merk aan de vragen die ik de afgelopen tijd krijg dat dat niet iedereen het nog weet te vinden. Dus ik zet een linkje in de beschrijving hieronder met al mijn Hilversum hotspots. Ik woon hier nu 14 jaar en ik heb nog lang niet alle restaurants en cafés en winkels en zo gezien in Hilversum. Maar ik heb een paar plekken waar ik heel graag kom, waar ik heel vaak kom. En natuurlijk mijn favoriete kaaswinkel, mijn favoriete bakker, maar ook mijn favoriete wandeling in het bos. Een lekker restaurant om te lunchen, een lekker restaurant om te dineren, een leuk café, het poppodium, leuke hotels om te slapen. Heb ik inmiddels zelf ook ervaring mee in Hilversum. Staat allemaal op mijn lijst met Hilversum hotspots op Google Maps. Met bij de meeste dingen ook een korte beschrijving volgens mij van wat ik er leuk of goed of lekker aan vind. En wat je er vooral wel en vooral niet moet bestellen. Ik heb ook overwogen om een lijst te maken met notspots. Plekken waar je zeker niet naartoe moet. Maar ja, ik vond het toch een beetje te onaardig. En het is ook een kwestie van smaak. Ik bedoel, en soms heb je ook gewoon pech. Dan kom je in een heel goed restaurant op een slechte dag. En dan word je niet zo aardig behandeld. Of het is allemaal heel smerig. Wat ik wel zelf ervaar is dat, ja, dat heb je misschien zelf in je eigen stad ook, dat als je eenmaal zo je vaste plekjes hebt, zoals je hier Mout en Maddens hebt om lekker te lunchen, of bepaalde winkels waar ik altijd naartoe ga, die bevallen nu zo goed en ik ken ze zo goed en ik weet wat ze hebben en
wat er lekker is en wat je wel en niet moet bestellen. Dat ik dan ook de neiging heb om daar iedere keer naartoe te gaan. En ja, zo verbreed ik mijn Hilversum kennis natuurlijk helemaal niet. Dus ik sta ook altijd zeker open voor tips van mensen die in Hilversum iets leuks of iets lekkers hebben gedaan. En waarvan je denkt, dat is ook iets voor Bram. Die inschatting blijkt in de praktijk best wel moeilijk te maken. Want er was een tijdje geleden, hadden heel veel mensen gezegd, oh, je moet naar, nou, zo'n beetje zo'n hip koffietentje hier in Hilversum. En daar ging ik toen naartoe en het was echt, zeg maar, alles wat ik niet prettig vind in een koffietent, had die tent. En dat was ook nog eens best wel smerig. Maar ik heb me voorgenomen om de komende maanden, iedere keer als ik met iemand uit eten ga, niet weer naar Burger te gaan. Wat echt lekkere burgers zijn dat trouwens. Of naar Ninbin, zo lekker Vietnamees eten. Of naar de pizzabakkers, altijd goed. Maar juist nu alle nieuwe plekjes te gaan ontdekken. Of plekken die er al een tijd zitten, maar waar ik nog nooit ben geweest. Zo is er sinds een paar maanden een café-restaurant Nannes op de Groest. Heel veel mensen zijn er heel enthousiast over. Ik heb er één keer op het terras gezeten en toen vond ik het wel vrij chaotisch. Er zit in de Havenstraat een best wel traditioneel Italiaans restaurantje waar iedereen het altijd over heeft, waar ik nog nooit ben geweest. Il Porto heet het. En er is ook alweer een paar maanden volgens mij een nieuw restaurant hier in de buurt waar ik echt heel vaak langs fiets. Ik denk steeds, daar moet ik een keer eten, want stel dat het fantastisch is, dan is het super handig voor mij. Maar, ja, ik ging net op de kaart kijken. Het is Asian Fusion. En wel lekker veel cocktails. Maar de kaart is opgedeeld in thema's, nee, in elementen. Water, aarde, hout, vuur en metaal. Er is geen begin of eind. De vijf elementen ondersteunen elkaar en houden elkaar tegen. En dan staat er zo op de kaart bij water. Zout, umami en zee. Bijvoorbeeld oesters, sashimi mix, ceviche. Bij aarde, zoet, aards en warm. Chicken, lamb chops. Bij hout, zuur en natuur. Ook chicken en beef. En vuur is pittig en vuur. Oh, vuur is vuur. Ook weer chicken. Dat klinkt eigenlijk wel lekker, die duck pancakes. Daar hou ik erg van. Maar ja, ik kan niet zo goed tegen zo'n kaart met zo'n ludiek thema. En vlakbij het station zit sinds, ja, misschien alweer een paar maanden of een paar, misschien wel langer dan een jaar, een brasserie die heet Monsies. De kaart ziet er super lekker uit. De foto's op de website zien er heel mooi uit. Best wel wat goede vega opties. Nou, dit leek me een heel goede kandidaat om nu vandaag als eerste te gaan proberen samen met Linda. Linda is vegetariër of pescatariër en voor een heel lekker stukje vlees wil ze ook nog wel eens een uitzondering maken, vertelde ze. Maar ik vind het ook wel prettig om als iemand naar Hilversum komt dan ergens heen te gaan waar ik zelf ook nog nooit ben geweest. Want dan is het ook niet mijn verantwoordelijkheid als het tegenvalt. Dus dat heb ik gereserveerd voor 7:00. Het is nu 5:15. Ik heb inmiddels erg veel trek. Dus ik hoop dat het lekker gaat zijn. Maar mocht je dus zelf nog een goede Hilversum tip hebben, laat hem vooral aan me weten. En mocht je zelf nog een goede Hilversum tip zoeken, check de link in de beschrijving met mijn hotspots. En als je keer behoefte hebt aan een notspot, dan mag je me altijd een DM sturen op Instagram. Linda. Hallo. Staan we weer. Of nou ja, jij weer. Ja leuk om je te zien. Ja, leuk. Ja, wat de kijkers thuis niet weten. Is dat ik hier ja, als ze me op Instagram volgen wel. Is dat ik hier gisteren om 7:00 ook al klaar stond. 7:15 al zo. 7:15, ja. Ja, ik kom altijd heel vroeg. Nou ja, weet je wat raar is? Dus jij had gezegd, laten we tussen 7:15 en 7:00 doen. Had ik om 7:00 gereserveerd, dacht ik, oh, als zij dan straks 7:15 staat en ik ben er niet, dat is een beetje raar. Ja, dat is lullig. Ja, dat is lullig. Dus ik kom gewoon lekker op tijd. Ja, 7:15 was ik hier. Nou, een beetje rondgelopen, even wat gefilmd. Op een gegeven moment dacht ik toch eigenlijk wel heel erg on-Linda-achtig om niet te zeggen, ik ben onderweg of ik ben er zo en zo laat. Maar ja, ik dacht, je bent een drukke vrouw, je hebt druk leven. Drukke vrouw, ja. Ja, je hebt een kind en een serieuze baan. Ja, ja. Goed, mensen bestaan. Hè? Ja, precies. Ja. Dus ik wacht gewoon rustig af. Toen was het eigenlijk 7:05, al best wel snel. Dat ik toch dacht, dit klopt niet. En jij stuurde al wel eerder
8 voor 7 of zo, ben je al in de buurt. Ja. Maar ja, ik ben dus druk vrouw met een kind. Ja, waar was jij? Dus rond 7 uur ben ik heel druk met een kind. En dus ik heb helemaal niet op mijn telefoon gekeken of zo. En nee. Ik zit er allemaal af. Maar dat, precies, dat vond ik ook, dat vond ik ook niet kloppen. Nee, dat ik gewoon niet reageerde. Nee, terwijl je naar me onderweg zou zijn. Ja. Dat je dan denkt, dan zou je me even bellen in de auto, ja, precies, of zo. Ja. Dus toen begon ik te denken, wacht eens even, dit gaat niet goed. Maar toen kon ik ook niet echt terugvinden in onze chat wanneer we nou hadden afgesproken. Want dat hadden we op Instagram gedaan. Ja, ja. Ja, ik was in je DM geslijd. Heel ongebruikelijk voor onze communicatie. Ja. En toen zag ik dus dat jij zelfs nog zei... Woensdag of donderdag. Ja, ja. En dat ik toen notabene zei, doe maar donderdag. Ja. Ja. En dan heb ik het toch verkeerd aan mijn agenda gezet. Dat is onhandig. Ja, dus ik stond hier. Talala, en ik had honger, jongen. Oh. Ja, dat is het ergste, toch? Dat ja, je helemaal... had je ook al bedacht wat je wilde eten? Ja, dat is helemaal aankut, ja. Volgens mij hebben ze wel echt heel veel lekker eten. Ja, dat... Ik heb hoge verwachtingen. Ja. Ja. Maar goed, we zijn er. Het is gelukt. Het is toch gelukt. Beter dan dat ik hier had gestaan. Ja. En dat jij dan... een dag te laat was. Veel beter. Nou, dan was ik alsnog... maar of dat we... Dat je al zat te eten, hè? Dat had natuurlijk prima gekund om 7 uur. Ja. En dat ik hier dan... Inderdaad, ja. Ja, nee, of dat we wel... ergens in Amsterdam of zo hadden afgesproken. En dat random op een plek waar we allebei niet wonen. Ja. Ja. Tussen Breda en Hilversum. Ja. Wat zit er tussenin? Gorkum. Gorkum. Sta je daar? Ja. Gorkum. Ja, dat is wel echt... Ja. Dan baal je wel echt stevig. Ja. Nee, dus het was ook helemaal niet erg. En ik had vandaag ook niks te doen. Dus, nou, gelukkig komt goed uit. Ja. En, maar heb jij dit zoiets wel eens? Of nee. Ben je heel erg geordend en georganiseerd? Dat denk ik altijd. Ik ben alleen niet zo goed in opschrijven. Oh. Dus ik heb vaak dingen in mijn hoofd. Maar tegenwoordig ben ik dus een drukke vrouw met een gezin. Dan heb je een gezamenlijke agenda. En nu hebben we een kalender. Ja. 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 Dus daar stond op. Eten met Bram. Ja, op donderdag. Ja, ja. Ja, Tito Kleeuw zo. Ha, 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 ha. Ja, ik moest echt heel hard lachen. Ik zat midden in een gesprek met Tommy. Maar ik zag ineens dat jouw appjes had gezien. Zo, wacht heel even. En toen moest ik zo hard lachen. Ja. En hij zat me ook echt aan te kijken. Wat doe jij? Ja. Ja, het was ook een soort proces. Dat zo, het zijpelde zo langzaam bij me naar binnen. Dat zag ik in de appjes. Ja. Ja, ja, heel grappig. Oké, nu gaan we lekker eten bij... Monsies. Monsies? Ja, ze heten gewoon zo, toch? Dus waarschijnlijk is het gewoon Monsees. Oh, dit is gewoon een achternaam. Volgens mij wel. Monsees. Monsees. Oh ja, Monsees. Ja. Proost. Cheers. Van die mond, cheers. Oh. Lekker. Oeh, die pers ik echt. Ja. Grappig. Normaal altijd met dat soort dingen dat je denkt, ja. Het zal wel. Zowel de wijn als het eten smaakten ons zeer goed. Ik zal het straks even uitgebreid nabespreken, want er viel me wel iets op. Het zag er allemaal prachtig uit, de patat was heerlijk. Oh nee, risotto. Je hebt ook risotto. Oh, is risotto. Alleen, hoe gaan we dit dessert eten? We hebben geen bestek meer, dus we moeten dit met onze handen eten, denk ik. Het kan wel. Ja, het kan. Het wordt wel plakkerig gezooi. Heb je lekker gegeten? Helaas wel. Nee, ik heb heel lekker gegeten. Ja. Ja. En jij? Ja, het vorige gerecht was heel lekker. Die knapperige filo deeg met tonijn. Het toetje was ook echt heel lekker. Het toetje was ook heel lekker. Die eclair met banaan. Het hoofdgerecht was gewoon goed. Dat is gewoon goed. Ja. Heb jij eigenlijk stopwoordjes? Nou, we hebben het hier natuurlijk al over gehad. Maar ik heb dus een dochter van bijna 2. Die de oren van je kop lult. En dat is dus een hele confronterende spiegel. Ja. Dus die herhaalt allemaal dingen die wij blijkbaar heel vaak zeggen. Dus als ik haar luier openmaak, dan zegt zij, oh, godverdamme. Maar ook, oh shit, zegt ze ook. Oeps. Oh shit, vergeten. Nou, blijkbaar zeg ik dat dus heel vaak. Ja. Maar ook, dus het woordje, toch? Aan het eind van de zin. Toch? Van, ik ga mijn schoenen aandoen, toch? Ja. Ja. We gaan naar buiten, toch? Ja. Ja. Maar probeer je daar dan nu op te letten om dat minder te zeggen? Of hoor je het jezelf nu ook zeggen? Ja, ik hoor het mezelf nu ook zeggen. Ja. Ja. Oké, is goed. Zeg ik ook heel vaak. Oké, is goed. Oké, is goed. Ja, als een kind het zegt, is het wel heel grappig. Ja, ja, oké, is goed. Oké, is goed. Toch? Ja. Ja. Niet normaal. Dank je. Dat was erg gezellig met Linda. We hebben erg lekker gegeten. Zou ik dit restaurant toevoegen aan mijn lijst met Hilversumse hotspots? Ja,
Ik denk het wel. Ik had de vis van de dag. Dat was een roodbaars. Ja, ik vond de vis zelf niet heel bijzonder, maar alle dingen eromheen waren erg lekker. Maar dat voorgerecht met dat knapperige filodeeg met die tonijn erop, echt heel erg lekker. En super aardig en enthousiast personeel. Daar moet ik er wel eerlijk bij zeggen. Dat ze zagen mij natuurlijk met mijn camera daar zitten. Dus ik heb ze verteld dat ik een vlog aan het maken was. Ja, ik zou het nu wel heel lastig vinden om nu nog iets negatiefs over het restaurant te zeggen. Maar aan het personeel lag het zeker niet. Ze waren super aardig. Ik heb, als ik dan één kritiekpunt mag geven. Ik dacht dat het een nieuw restaurant was, maar ze bestaan al blijkbaar al 3 jaar. Ik had het idee dat ze misschien nog niet helemaal weten wat voor restaurant ze nou eigenlijk precies willen zijn. Zowel qua inrichting als qua gerechten als qua bediening is het ene moment heel informeel en gezellig en laagdrempelig en modern. En op andere momenten is het juist best wel weer een beetje chic of een beetje fancy en een beetje traditioneel misschien zelfs. En hallo? Ik ben even midden in een speech. Bijvoorbeeld het interieur is dan aan de ene kant best wel een beetje de vibe, de uitstraling van een chic restaurant. En aan de andere kant is het juist heel modern, hangt de moderne kunst en staan er wat kasten met wat spullen die heel erg een soort ja, gezellig eetcafé-sfeer geven. Je komt binnen en het personeel neemt je jas aan en ja, heel netjes de wijn aan tafel inschenken en zo. Maar ze zeggen wel gewoon je. En ze zijn heel, ja, hij maakte ook een grapje van, willen jullie de wijn proeven? En Linda zei, nou, ik geloof het wel. Toen zei hij, weet je het zeker? Dat vonden we heel grappig, alsof het echt hele gore wijn was. Toen zei hij ook voor de grap, ja, ik vroeg het, want deze staat al 3 weken open. Ja, vond ik een gewaagd grapje, maar ja, kun je bij ons wel mee aankomen. Misschien niet bij iedereen. Maar ook de gerechten, bijvoorbeeld dat hoofdgerecht wat ik had, was eigenlijk best, ja, soort van eenvoudig en traditioneel, maar dan heel modern en hip opgemaakt. En op de kaart stond het ook zo heel erg zo met alleen maar de ingrediënten. Weet je wel, wat veel restaurants doen. Zeker niet niveau eetcafé. Echt wel een stuk hoger dan dat. Maar toch ook qua smaken net niet helemaal wat het lijkt te pretenderen. Of willen ze juist meer dat eenvoudige, laagdrempelige, de brasserie of een bistro. Ik weet niet zo goed hoe dat allemaal heet, maar ik kom er zelf ook niet helemaal uit. Het was hoe dan ook erg gezellig. We werden heel erg aardig geholpen. En we hebben lekker gegeten, dus wat wil je nog meer? Dankjewel voor het kijken. Ik zie je graag morgen. Kijk maar even. Doei! Ik word heel weer uitgelachen. Ik heb de laatste tijd zo vaak aan de stok met allemaal dorpsgekken hier in Hilversum. Eergisteren was er iemand die dacht dat ik hem aan het filmen was. Ja. Terwijl ik had niet eens mijn camera bij me. Ja, oh. Ik dacht dus ook, huh? Dit zou normaal gesproken inderdaad kunnen, maar vandaag niet. Ja, goed, die werd heel boos. Oh.